Vanaf vandaag gelden er nieuwe tarieven en kostensoorten op de nieuwe haven. Dit hebben de terminaloperators schriftelijk meegedeeld. Deze kosten hebben te maken met de 100% controle die containers ondergaan. De nieuwe tarieven zijn vastgesteld in overleg met de NV Havenbeheer en de dienst der invoerrechten en accijnzen. Voor de verplichte inspectie moet $200 per container worden betaald bij de terminaloperator. Voor de inspectie en controle van inklaringsdocumenten moet $150 worden betaald bij afgifte bij de rederij. De overheid heeft de instructie gegeven om de controle op de import en export van goederen te verhogen. Dit houdt in dat alle inkomende containers voor de volle 100% worden gecontroleerd op de juistheid van de aangeboden manifesten en inklaringsdocumenten. De extra controle geschiedt op instructie van de douane.